Hey mensen van GamerKingNL en welkom bij deze episode. Jullie zagen het waarschijnlijk al aan de titel. Wow, wat een beest van ik nu op Erik. Maar jullie zagen het waarschijnlijk al aan de titel. Custom map maken. Ik dacht van, weet je jongens, jullie hebben nou zo lang is te zeuren. Nu kunnen jullie ophouden met zeuren. Ik ga beginnen met een nieuwe custom map maken voor jullie. Deze gaan we afmaken. Helemaal afmaken. Bam. Oké, dat gaan we doen. Wat we gaan maken, dat laat ik aan jullie over. Ik maak alleen eventjes het begin. We gaan oplopen van easy tot extreme hard. En we gaan een hele epische map van maken. Ja, daar heb ik best wel veel zin in. We hebben nu natuurlijk alle nieuwe blokken. Kijk, steen spullen. Dus nu kunnen we gewoon met deze spulletjes gaan beginnen, als het ware. Om hier iets leuks mee te maken. En dat gaan we ook doen. Dus welkom bij episode 1 van het maken van een custom map. We gaan even iets de lucht in. Want als wij RF zo moeten plaatsen, dan moeten we natuurlijk wel de ruimte ervoor hebben. En we zitten helemaal op het laagste. Hier zo op de grond. En er is ook maar één laagje gras, jongens. Dus dat jullie dat weten. Dit is echt het enige laagje. Hieronder zit helemaal niks. Zo heb ik de wereld ingesteld. Ik heb hem niet helemaal leeg gedaan. Ik denk van, weet je, dat maakt er komen niet zo heel veel uit. We gaan wel een beetje hoog, zodat wij ook een beetje speling krijgen. En we hebben natuurlijk de nieuwe command blocks, waardoor wij dingetjes kunnen laten detecteren. Dus wij kunnen ook missies doen, van kill een schaap, of kill een zombie. Of vermoord in dit hokje zoveel zombies, zonder dat ik al die redstone hoef laten tikken. Dat hoeft allemaal niet meer, want het kan nu allemaal geautomatiseerd door middel van scoreboard shizzle dizzle. En daar gaan we ook zeker gebruik van maken. Ja, dit wordt onze spawn. Hierzo ga je op spawnen. Dus hier gaan we straks eventjes de pet spawn of zoiets. Slash set spawn. Slash spawn. Slash spawn set. Slash help. Laten we maar gewoon slash help doen. Slash help 2. Slash help 3. Slash spawn point. Zo. Daar gaan we straks eventjes een loopje van maken. Dat doen wij hier zo onder, maken we die gewoon. Doen we gewoon slash spawn set. Dat checkt eerst of waar de player is. En daarna gaan we gewoon de spawn point zetten. En als dat is gedaan, dan cancelt hij hem. Want ik vind het wel belangrijk dat mensen op een goede spawn beginnen. En niet ergens op een random locatie. Maar ja, dus hier zo moeten de mensen in spawnen. Dan gaan we hier eens eventjes een hokje van maken. Zodat dit een goed werkende plek wordt voor de spawn. En dat doen we deze zo, dat moet hier zo. Want dan kunnen we hier zo verder gaan met deze vloer als het ware. In zo'n stijl. Ik weet trouwens niet of ik dit van deze kleur... Jawel, we doen het wel van deze kleur. En dan doen we... Nee, niet deze, dat doen we geel. En in de hoeken doen we dan wel de rood. Dus in die hoek ook. Ja, en aan de binnenkant moet je altijd even rekening houden dat jij een plekje hebt voor twee... Want je hebt dat niet daar, want dan zie je het niet. Maar daar en daar. Daarom zeg ik een plekje heb voor twee. Zo. Dan moeten we die nog eventjes opvullen met de juiste steen. Oké. En nou de bovenkant natuurlijk, want wij willen niet in een hele random open plek zitten. Zo. Dus, wij zitten weer in creative mode een keertje. En wij zijn weer aan het bouwen met een eigen custom map. Ja, dat klopt. Nogmaals, jullie hadden er heel veel naar gevraagd. En ik zag de reactie laatst nog een aantal keer van... Kan je wel iets creatief doen? Dat was eigenlijk het idee om dit weer te gaan doen. Want dit is toch eigenlijk wat jullie wouden. Eigen custom map maken die jullie daarna ook gewoon allemaal kunnen gaan spelen. En natuurlijk ga ik ook secrets in doen. Ja, die secrets doe ik denk ik off-record maken. En misschien ook wel on-record, ik weet het niet. Ik denk off. Maar dat zien we dan allemaal wel. Wat we nou gaan doen is eventjes glowstone... Die glowstone die plaatsen wij... Ja, die kunnen we op zich ook wel in de muur plaatsen. Hè? Bijvoorbeeld hier zo. Maar ik bedoel, je hebt hier toch die lijntjes. Kunnen we ze daar zo mooi in plaatsen. Hier zo kunnen wij eigenlijk een aantal welkomstberichtjes plaatsen. Dat doen wij door middel van command blocks. Want ja, wij gaan niet meer ouderwets via redstone, pressure plates, alles laten detecteren. Nee, we doen het gewoon via de test for command. Of nou ja, test voor. Ja, dat kan op zich wel. Er wordt wel heel veel... Nee, misschien gaan we toch maar via de oude redstone gaan doen. Via een knopje. Of via pressure. We kunnen het trouwens ook wel. Ik weet niet. Daar moet ik nog eventjes over denken hoe dat gaat doen hoor.
Ik denk wel 4 tests voordat het wel mooier is. Maar het wordt dus niet echt een map dat we op de details gaan letten. Het wordt echt een hele een leuke, grappige map met jumps en puzzeltjes. En nog wat. Ik had het een aantal keer geleden in een hardcast-serie over een server met een RPG. Maar ik zit te denken, hè. Voor de kijkers die ook keken op de Minecraft HD. Dat was ons een van onze eerste kanalen. Mijn eerste kanaal was Presidentization. Die kennen jullie waarschijnlijk niet. Want die naam is ook zo raar. Presidentization. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit dat jullie het niet kennen. Maar daar hadden wij een hele leuke, gezellige alleen survival server. En daarna kwam er een beetje minigames bij en zo. En dat wil ik graag wel weer terug. Dus voor de mensen die dat terug willen, een survival servertje met echt gewoon puur survival. En dan later misschien een keer een minigame server. Laat het dan eventjes weten. Want ik ben door een hostingsbedrijf gevraagd of ze ons een servertje willen sponsoren. Dus we kunnen een server regelen. Moeten wij eventjes een spawn gaan bouwen. En dat gaan we dan met plezier voor jullie doen. En dan gaan we weer de oude leuke tijd met een servertje tegemoet. Ik denk dat dat een leuk idee is. Jullie ook? Jawel, denk het ook wel, hè. Maar in ieder geval. We zijn hier niet aan het praten over een server. We zijn aan het praten over dit. Nou zit ik even te denken. Want het is natuurlijk mooi als dat je hier doorloopt. Oké, we moeten het eventjes allemaal goed maken. Want we kunnen nu ook een blok spawnen op een bepaalde locatie. En het is natuurlijk mooi, misschien, als je hierheen loopt, plop, dat er een muur achter je spawnt. Dat je niet meer terug kan. Maar dan wil ik hem wel hier zo mooi hebben. En dat je eigenlijk niet ziet dat je hier zo echt vandaan komt. Maar dat betekent dat hier zo ook die blokken moeten. En hier zo eigenlijk niet. Want dan komt hier zo deze blokken. En hier zo deze. Hier zo deze. Dan wordt het zo. Als je eenmaal bent doorgelopen. Dus als je eenmaal hier zo bent, dan komt hier dit muurtje voor. Dus dan kan je gewoon niet meer terug. Je bent begonnen en welcome to the game. Dat kan gewoon via de command blocks. En dit ziet trouwens ook helemaal niet verkeerd uit. Die ziet er wel een beetje rennen, maar dat maakt niet uit. Maar kunnen we niet slash replay... replace block. Is dat er ook? Nee, set block is er wel. Ik weet trouwens niet... Oké, data value. Oké, we kunnen dus wel via data value. Dat is goed. Want ik wist niet of dat wel eens kan met kleuren en zo. Maar dat kan dus wel. Dus dan doen wij hier een test for command. Niet groot, want het moet echt wel zijn als je er overheen bent natuurlijk. Ja, dat gaan we nu maar gewoon maken. Ik denk dat wij hier zo de hoppers geplaatst. Want dat doen we via hoppers. Waarom via hoppers in godsnaam? Dat is één... Of eigenlijk meerdere hele goede redenen. Nou, eigenlijk één hele goede reden. Hoppers zijn altijd goed. Om het zo maar even te doen. We doen die bedrock in. Want als dan iemand zo'n ding kapot maakt, heb je bedrock. Maar in ieder geval, hoppers die tikken ze altijd door. Als je de server restart, als je een singleplayer start wereld opstart. Hij gaat meteen heen en weer. Dat is het voordeel aan een hopper. Hierdoor is het dus makkelijker. Omdat je niet telkens de redstone automatisch hoeft aan te laten gaan door een pressure plate of door een andere test for command die weer een redstone signaal uitgeeft. Dat hoeft dus niet. Dus we pakken nu een comparator. Want wij moeten natuurlijk het signaal uit dit ding ontvangen. Dat doen we door middel van een comparator. Hier plaatsen wij een command block. Nou ja, dit hoeft trouwens niet hier een command block. Want we moeten eerst een repeater hebben. En nu kunnen we eigenlijk bij het... Ja, nou hier moet het trouwens wel... Oh, ik ben echt zo falend bezig vandaag, maar dat maakt hem niet uit. Slash gif gknl physic, of zit ik op physic YouTube? Nee, ik zit op gknl physic 146 was het? Nee. Wat is ook alweer het idee van 137? Ja. Oké, dan moeten we de test for comment. Met de test for comment kan je detecteren of er een player in de buurt is. Dan doen we test for at a. Range is 5. Oké. Als er nou iemand in de buurt is van 5, dan geeft hij een signaal hier zo. Zoals je ziet. Als ik nu een stukje verderop ga, geeft hij hem weg. Maar dan moet ik even opletten. Want als ik hier sta, dan geeft hij hem nu ook al. We kunnen dit beter de andere kant op maken. Dat had ik net ook al wel verwacht, maar ik wou het toch eventjes checken. Maar we kunnen het dus beter deze kant op maken, zodat wij zeker weten dat het allemaal goed gaat. Dus test voor at a, range is 5. Oké. Als er iemand in de range 5 is, dan geeft hij dus een output. Nou, die output die mag worden versterkt door een repeater.
Of kunnen we trouwens niet gewoon zo doen, dat hij nou ook is versterkt. Redstone. Nee, dat is het dus niet. Ik dacht even dat hij zo werd versterkt, maar dat was het dus niet. We kunnen hier gewoon een blokje plaatsen. En nou de repeater. En dan kunnen we hier zo eigenlijk de command blocks allemaal plaatsen. Ik wil eventjes weten hoeveel bereik de command block heeft. Of ik hem hier ook command blocks kan plaatsen. Volgens mij kan het wel. Maar ik weet het niet zeker. En volgens mij kan ik... tel et a test. Volgens mij werkt het zo wel. Maar ik weet alleen niet... of dit zo de goede command is. Ja, nou die werkt dus niet, maar die wel. Dus dat betekent dat we deze eventjes weg gaan doen. En dan testen we hem eventjes... Oh, moet ik eventjes iets erin typen, want op een of andere manier kan je ze niet meer leegmaken. Oké, en dan gaan we nog een keer. Oké, dus dat betekent dus dat deze command block ook werkt. Deze dan. Ja, volgens mij werkt deze ook wel. S. Oké, dat is best nice, want dan kunnen wij hier zo allemaal command blocks plaatsen. Die we straks allemaal een command kunnen gaan geven. Kan ik dat nog in die command block? Nee, dat kan ik niet. Dan moet ik ze eerst even allemaal een command block, allemaal command block geven, allemaal een set block geven. Nou moet ik straks eventjes voor mezelf uitzoeken welke ID's het allemaal zijn. En dan moet ik eventjes allemaal de locaties gaan opschrijven. Dat doe ik eventjes off record nu. Dus jongens, ik zie jullie zo. Hey mensen, ben ik weer. Ja, ik heb het een en al gedaan. Het een en ander gedaan. Ik ga jullie nu eventjes het eindresultaat laten zien. Want it's working. Ik laat jullie zo uit de commando zien. Zodat jullie weten hoe jullie het moeten doen. Want dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, here we go. Als je hierheen loopt. Dan zie je links onderin zeg ik altijd spam. Dan kijk ik achteruit. Is een muurtje dicht. Dat komt door deze command blocks. Elk command block heeft zijn eigen command. Nou ja, eigen command. Setblok, de locatie, het item ID. En data value. En dan spawnt het dit blok. Dit is de data value of het item ID van de steen blok. En dit is van de kleur. En net zoals daarom is het hier zo op de 4 voor de geel. Nou, dit is dus de manier waarop jij een muurtje kan maken die achter je dicht gaat. Dan moet ik er natuurlijk wel eventjes slopen. En dan moet ik niet meer in de buurt komen van dit stukje. Anders dan gaat het straks dicht en dat is niet wat we willen. Dus eigenlijk kunnen we hier nog wel eventjes een slotje opzetten. We gaan nu even een slot opzetten. Een repeater. Oh nee, geen repeater. Dan moeten we eigenlijk met de piston eventjes doen. Zal alles straks even van het slot... Ja, dan gaat hij één keer nog aan. Nou, dat moet dan maar. Zo. En dan plaatsen we hier een lever. Nou, dan moeten we eerst nog even een blokje plaatsen, zo te merken. Oeps. We hebben het niet gemerkt. Maar in ieder geval, nou zet hij uit. Dan plaatsen we even een redstone torch op. Zodat we dat straks op het einde van de map allemaal kunnen zien. En als hij dan... Oeps, hij moet daar zo staan. Waarom? Als hier een redstone torch op staat, dan gaat hij aan. Nou, dan maken we even eentje hoger. Zo. Nou, doen wij hier zo ook eventjes een lever bij. Of kunnen we niet? Zo. Of ze staan allebei omhoog, of ze staan allebei omhoog. Huh? Oké, dat is best raar, maar dat blok je eigenlijk weg. Anders gaat het niet goed. Ik laat het bovenste blokje gewoon hoor. Zo. Toch zet ik hier wel eventjes een plek bij dat ik het kan herkennen. Dus doen we even iets naar boven toe. Plaatsen we ook een redstone torch wel op. Zo, oké. Ik was een beetje aan het kloten, maar we hebben hem nu. Moeten we eventjes de muur ertussenuit slaan. Just like this. Zo. Nu kun je dus hier zo heen lopen zonder dat het nou dicht gaat, want ik heb hem gedisabled. Oké. Dit was de introductie voor het maken van de custom map. We gaan veel gebruik maken van command blocks. Als jullie alles willen zien wat ik doe, dus ook de command blocks, allemaal zo gaan intypen. Ja, dat is niet zoveel voor leuk. Dus ik denk dat ik het er allemaal uit haal. Maar dan moeten jullie maar weten. Als jullie zeggen van, zet het erin, laat het me weten. Laat in een reactie weten wat ik moet bouwen. Hoe ik hem moet bouwen, dat zie ik zelf wel. En dan komt jouw naam ook bij de map. Want elk deel krijgt zo zijn naam met de persoon die het heeft bedacht. Dus jongens, ik zeg bedankt voor het kijken naar deze episode. En ik zie jullie de volgende keer weer. Tot ziens. Moes.